De wetbescherming moederschap, die in voorbereiding is bij het ministerie van Arbeid, is bedoeld om een einde te maken aan het onrecht dat werkende aanstaande moeders in de private sector wordt aangedaan. Het ontwerp is de afgelopen maanden door het arbeidsadviescollege onder de loep genomen. Binnen enkele weken moet de minister van Arbeid het wetsontwerp, voorzien van commentaar, terugkrijgen. Dit is een belangrijke stap in het traject om het ontwerp uiteindelijk goedgekeurd te krijgen door het parlement. Zo staat in een persbericht van het Ministerie van Arbeid. Het voornemen om het moederschap bij werkende vrouwen bij wet te beschermen vloeit voort uit het beleid dat gericht is op decent work en het streven naar een welzijnssamenleving. Echter dwingen signalen uit het veld het ministerie om spoed te zetten achter dit wetsontwerp. Volgens een analyse van arbeid is er een gebrek aan goed werkgeverschap. Van goed werkgeverschap wordt verwacht dat werkgevers op een correcte manier met werknemers omgaan en gehoor geven aan grondrechten en rechten die de mens van nature toekomt, zoals moederschap. Ondanks de grondwet van Suriname het recht op zwangerschapsverlof. Met behoud van loon of salaris waarborgt, zijn er werkgevers die kennelijk in hun streven naar winstmaximalisatie dit grondrecht van de vrouw schromelijk miskennen, zegt het ministerie van Arbeid in een persbericht.